120 kilo tegen de vlakte. Dat is lekker. Niet de Olympische Spelen of het wereldkampioenschap, maar voor judoka Wessel van der Ploeg draait alles om de kiloknaller. Anders dan normaal kunnen lichtgewichten op dit judo-toernooi tegen veel zwaardere tegenstanders komen te staan. En daar heeft reuzendoder Wessel hele goede herinneringen aan. We stonden gelijk, het stond 4-4. En ik moest als laatste man nog één pot judoën. En dat was toevallig tegen de zwaargewicht. Ook een grote naam, Timo Lesterhuis. 120 kilo, schoon aan de haak. En hoe zwaar ben jij, Wes? Ik ben iets van 75 kilo, ja? Op een goede dag. Dus dat scheelt 45 kilo's? Juist. Die match ging heel goed. We kwamen op een gegeven moment in de goal score, dus niemand had gescoord. Hield het al gelijk, de hele pot? Het hele pot was het gelijk gebleven. En we waren zeer diep aan het gaan en in de goal score toen maakte Timo een erg sterke actie, maar die nam ik over en toen gooide ik hem vol op zijn rug. Zaterdag zou Timo revanche kunnen nemen. Even bellen dus hoe zijn trainingen ervoor staan. Yo Timo, ben je er klaar voor zaterdag? Nou, ik zit in Oostenrijk en ik dacht dat is een hele mooie plek om het te verstoppen voor jou. Want ik heb niet zo heel veel zin om weer tegen te judoën. Dus ik dacht, ik kruip er een jaartje tussenuit. Ik zorg dat ik een jaar lang ga trainen en dan ben ik er volgend jaar weer bij. Oké, dus volgend jaar ben je er wel klaar voor? Nou, klaar is een groot woord, maar volgend jaar zal ik er wel zijn. Oké, top. Okay, later. Hey Wes, ik had het idee dat Timo een beetje bang voor je is. Ja, hij is niet voor niets het land uitgevlucht. We weten natuurlijk allemaal hoe de vork in de steel zit. Hoeveel zin heb je erin? Ja, ik heb er ontwijfeld zin in. Niet alleen in het judo, maar ook leuk omdat iedereen weer bij elkaar kan komen. Het is een heel gezellig toernooi met toeschouwers, jong en oud komt kijken. Alleen daarom heb ik er ook al heel veel zin in.